helaas, ja, ik ben niet zoals deze man geonderdeeld. Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. En het startschot is gelost door Leo Lemmers en de eerste 14 renners, als ze allemaal overkomen zijn, want de eerste de netjes zijn klaar, zijn van start. Verzoek aan de volgende groep om nog 5 wagen zijn in de starter. Herkenbaar aan de klachten. En de tijdwaarneming gebeurt ook nauwkeurig, zodat straks iedere deelnemer, als die over de zak ziet wat zijn of haar netto tijd is geweest. En via het grote scorebord kunnen we dan ook de stand keurig netjes bijhouden. Want reken maar dat deze mensen graag een goede tijd willen neerzetten. De officiële wedstrijd van de Nederlandse Survivor. Voorzitter van de meeste mensen dan ook in Maarten Huizinga. Sommigen die kunnen we echt razendsnel. Om dan meteen weer door. Ja. Thank you.
Kom, Jeroen. En doorgaan, kom op, handen. Ja, mooi. Yeah. Oh. Als dit ook ongeveer de eerste groep is, dan zitten wij daar op de stand van ongeveer 56 minuten. Maar je wilt erbij zijn 55 minuten voor het vervoer van deze super knap gedaan. Kom jongen! Schrikken we je aan, man. Dan gaan we de papaver nog in, en dan ben je dan. Je wordt met open armen ontvangen. Ja, mooi! Hij is binnen. En hij is, ik kan het kapitein nummer 21 als de footsie, Ruben Dinkelman uit Rotterdam. En die heeft een snelle tijd gemaakt. Hij is op 5 euro. Nog eentje binnen. En als ik hem goed zag, is het nummer 3. Maar dan weet ik niet helemaal zeker. Nummer 5 krijg ik door, nummer 5. Ik zag het erin duiken. De Rumbles. Hij is zwollen. En ook hij is over de finish. Knap gedaan, mooie prestatie om hier die 8 kilometer met 42 zware hindernissen. Klasse man! Ja,